Je doet 1, 2, switch! Yes! Michelle, wat is Kempo voor een sport? Wij geven je Extreme Kempo en dat houdt eigenlijk kortweg houdt dat in dat wij een combinatie doen van taekwondo, kempo, kickboksen en grondvechten. Dus het beste uit alle systemen om op die manier een allround systeem te maken. Ja, en dat maakt het extreem. Nee, dat klinkt gewoon tof. Kom mee, Joep. Dat ging er behoorlijk heftig aan toe net, hè? Ja, dat is altijd zo. Het is gewoon de ambitie van de kinderen. Hoe is dat om te sparren? Is leuk. Ja, het is ook weer gewoon om je sterkte te wisselen. Van als je klappen krijgt, dat je dan niet gelijk ook gaat omvallen, maar dat je er tegenaan kan. Ben je bang om klappen te ontvangen? Nee. Hoe is het afgelopen? Ja, we zijn altijd vriend geweest, dus er gebeurt niks. Ja, maar wie heeft er gewonnen? Eigenlijk altijd gelijk. Ben je ook hier als je om goed te verliezen? Verlies en zo. Ben je soms ook wel eens bang om iemand pijn te doen? Ja. Als ik bijvoorbeeld een klemmetje zie, een klemmetje huilen, dan vind ik het wel zielig. Bijvoorbeeld als je hem ergens raakt, wat pijn doet, bijvoorbeeld. Ja. Maakt dat je dan de volgende keer wat voorzichtiger bent? Ja, dan denk ik wel dat ik voorzichtiger moet zijn. Ja, maar je bent niet bang om iemand pijn te doen? Een klein beetje. Ik heb een boekje, dat is eigenlijk een gedragskaart. En wanneer een kind zich netjes gedraagt tijdens een training tegenover mij, maar ook tegen zijn medestudenten, dan krijgt hij aan het einde van de training een handtekening. Wanneer deze kaart vol is, kunnen ze in aanmerking komen voor dat examen. Dus ook al kennen ze alles tot en met zwart, maar het gedrag strookt niet met zoals het hoort, dan komen ze alsnog niet in aanmerking. En ik merk dat dat echt werkt, want sommige kinderen die wat meer aanpassingsproblemen hadden, die gedragen zich nu echt keurig. Als ik jou zie vechten, dan zou ik denken dat je al lang geel hebt. Ja, klopt. Omdat het is hier meer om voor mijn gedrag. Want in het begin was mijn gedrag heel slecht. En door de gedragskaart is mijn gedragskaart daarna vol, waardoor ik bijna examen kan doen. Met je schouder, je pakt hem. Ja? Boom! Hier, dan geef je jab, jab, elleboog. Er komen steeds meer scholen. Alleen dat is echt het kempo karate. En wat ik doe, ik heb heel veel van het kempo er eigenlijk uitgegooid. En in plaats daarvan technieken gedaan die ik in mijn ogen functioneler vond. Zoals grondwerk. Wat is jouw kracht, weet je dat? Vooral mijn ambitie. En hoe krijg je die ambitie? Ja, gewoon. Het is gewoon, ja, het is bij iedereen apart. Dus als je ambitie hebt, moet je er gewoon voor gaan. Als je iets leuk vindt, dan moet je er gewoon voor doorzetten. Het is niet alleen maar voor hier goed, maar ook voor jezelf. Welk onderdeel van Kempo vind je het leukst om te doen? Sparren, kickboksen, grondvechten. Ik zeg zelfverdedigingstechnieken. Ze krijgen een bepaalde aanval en daar is een bepaalde reactie op die ze eigenlijk instuderen en leren. En die liet hij er een paar van zien, even snel. Als je aan de kant staat, nou dan zie ik wel dat jullie heel hard moeten vechten. Ja. Hoe is dat om zo hard te werken? Als je steeds meer werkt, dan kun je ook meer stappen doen om later goed te worden. Ja. Heb je veel spierballen? Ja.